Perry Moret, goedemorgen. 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 Zeg, we zijn hier op de expositie over Anne Frank in het souterrain van de ZB. En nou ja, dat is sowieso zeer de moeite waard om te bekijken voor iedereen die geïnteresseerd is in de oorlogsgeschiedenis. Ja. Maar er is één bijzonder detail en daar ben jij zeer bij betrokken. Dus dat zien we in deze kleine vitrine. En daar zie ik een flesje staan van Opecta. Klopt. Maar wat is het en wat is het verhaal? De tentoonstelling is helemaal afkomstig van de Anne Frank Stichting uit Amsterdam. De ZB heeft deze vitrine toegevoegd aan de tentoonstelling. Er staat een klein flesje Opecta uit ongeveer 1940. Daar zat vroeger pectine in en daar kon je jam mee maken. Okay. Dan vraag je je misschien af, wat doet dat nou op een Anne Frank tentoonstelling? Het bedrijf dat deze flesjes maakte met vulling was van Otto Frank, de vader van Anne Frank. De enige die teruggekeerd is na de oorlog. En dat bedrijf dat was gevestigd in het voorhuis eigenlijk? In het voorhuis, waar het achterhuis gevestigd was. Dat daar ook zichtbaar is het? Ja, er staat een maquette van het achterhuis daar. Nou, ik vind dat een heel leuk detail. En nu is dat flesje, omdat het nu onderdeel is van de tentoonstelling, maakt het voortaan ook deel uit van de collectie van de ZB. Ja, wij moeten dit weer inleveren allemaal, want dit is een reizende tentoonstelling. Het flesje is nu onderdeel van de collectie van de ZB. Nou, dat is buitengewoon. Dat is volgens mij de eerste fles die de bibliotheek in collectie heeft. Dat nou, dankjewel voor de toelichting. Graag gedaan.